Dag iedereen, welkom bij onze podcast Lambert en Albert. Nog tot half februari, uw vaste afspraak met de Cross en alles wat ermee te maken heeft. En uh, met ook mijn vaste sidekick, hè, Niels Albert. Uh, je bent er ook weer bij, fijn. Uh, ja, vaste afspraken, kan niet anders. Ja, het is, het is gewoon, het is afgesproken, dus je moet je eraan houden en we gaan dat vandaag niet veranderen. Um, gisteren EK, Niels. Mm -hmm. Heb jij een band met het EK? Je hebt. Nooit een EK kunnen rijden bij de profs, want bestond nee, er nog niet? Dat bestond nog niet. Maar je hebt toch een, een, uh, een band met het EK? Je bent drie keer Europees kampioen geworden. Uh, ja, ene keer bij de junioren in uh, Tabor en um, bij de belofte. Tweede is in Vossen, in mijn eerste jaar denk ik bij de belofte. En dan drie keer gewonnen uh, in Huibergen. Ergens in Zwitserland ook denk ik. Uh, en de derde keer weet ik niet meer. Nee, echt. Oprecht. Nee, ik... denk Apponchat ah, ook. Ponchat ook. Juist, ja, ja, ook. Ja, ja, voor uh, Stibar en uh, Soetes. Hoe noemde je hem nu al? Nee, 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 nee. Soutes. Jan Soetes. We kunnen het allemaal opzoeken, maar we gaan, oh, ja. het zal ons heel ver leiden. goeie ja. uh, goeiedag. Hallo. Fijn dat je er weer bij bent. Hai, um, welke band heb jij met het IK? Het IK? Ja. Nou ah, wel, ik, 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 uh, dat bestond destijds nog niet, hè, Maar ik heb toch één medaille te, uh, weten te pakken. In het uh, EK mountainbike downhill. Oké. Okay. Dus dan moeten echt ver gaan zoeken, zo, want ik denk dat daar maar twee Belgen ooit een medaille ge, gepakt hebben. Dus maar dat was voor de halve garen. En je hebt toen een gekochte medaille of? Uh, tweede. Ah, tweede. Oh ah, nee, derde, derde, derde. Oké. Okay. Derde. Dus in in Oostenrijk, daar. ergens. Uh, van, okay. van een kol bon, uh, Genoeg gezeverd uh, bij het begin van deze podcast. Uh, we zitten met een Europese kampioen. Gisteren kerstvers Europese kampioen. En toch ook gewoon de oude Europese kampioen. Dag Michael, proficiat. Dank u wel. Ja, het is uh, ja, gewoon een uh, vervolg aan, uh, ja, aan de trui die ik al had. Dus uh, ja, Het is mooi om, uh, om terug in diezelfde trui te kunnen verder. Heen, ja. Ja, het is mooi, maar bedoel, uh, hoe zot is het dat het gewoon twee keer op rij lukt? Ja, uh, het was al heel mooi om uh, vorig jaar na die Europese trui naar die Belgische trui erbij te nemen. En, uh, dus ja, ik had, uh, kon met een, met een goed gevoel en met een rustig gevoel uh, naar die cross toeleven en uh, dat heeft mij zeker wel geholpen. Ja. ja, een rustig gevoel. Ik had niet de indruk dat jij een rustige week hebt gehad. Na wat er vorige week in Maasmechelen was gebeurd, dacht ik van. Ja, dat zal toch met een, een vreemd gevoel, misschien zelfs een bang hartje zijn, dat je naar dat EK gaat. Of, of zie ik dat Ja, verkeerd? wel een beetje. Ik had het zeker niet zien aankomen. Riddervoorde was eigenlijk wel, uh, wel goed. Zeker na de ziekteperikeling uh, in Amerika dacht ik wel dat, ze, dat het voorbij was. Maar dan, uh, ja, was heel goed, maar dan toch ja, niet gerecupereerd. Ik uh, alles alles gedaan om zo goed mogelijk in Maasmechelen te staan, maar uh, mijn lichaam wou die dag nog niet mee. Het wou niet mee. Is dat, ja, kan, je dat, kan je dat vatten? Kan je dat verklaren? Dat je, dat je ineens een dag hebt wat, dat er niks lukt en ja, dat zo diep zit? Ik zou het ook wel, diep eens, wel eens willen weten. Hè, want hè, je waart redelijk oké. Okay. Je hebt nog niet gewonnen, maar, maar dan ineens volledig platte batterij. Iets uit de koers stappen. Iets dat hmm. jij bijna nooit niet doet. En dan heb ik u ook nog direct een blikje zien, zien binnenkeeper. Ja. Is dat dan zonder suiker of is dat gewoon platte benen? Ja, het en... was echt gewoon leeg. Gewoon nou. half koers, gewoon een leeg gevoel. En, ah, ja. Ja, het, was ook niet, ja, het was ook geen zin om verder te trainen, denk ik. En het was ook uh, direct Koppenberg, drie dagen later. Dus had ik ook direct uh, mijn zin in daarop gezet. Ja. Ja, de dag ervoor en ervoor, had je echt nog een goed gevoel, zeg je? Ja, maar had ik echt wel diep in, uh, in het krachtarsenal geweest. En uh, dan voelde ik wel samen dat... Moeilijk was om uh, ook een goede uh, ja, go diner binnen te krijgen. Ook. En we weten dat het moeilijk wordt uh, de dag erna. Ah, dus echt moeite om te eten. Ja, meestal zeggen ze dan dat dat, dat is, uh, als je een grote ronde niet meer goed kunt eten, is omdat je een beetje uh, op het einde van je Latijn zit. Dus uh, ja, had ik die dag misschien gewoon echt te diep geweest. Ja. En uh, het kan dan dat je de woensdag daarna op de Koppenberg je wel weer goed voelt en dat je een week later gewoon een Europees kampioen wordt. Ja, op een week tijd kan er wel veel. En, uh, ja. Het was ook een parcours gisteren die mij met de regen die tijdens de belofte viel, het was echt wel een parcours die mij 100% lag. En uh, dat bleek wel. Ja. Ja. Nu, nu dat we toch de kans hebben, zou ik gemakkelijk eens durven terugflitsen van hoe is die zomer verlopen? Hè? want in het begin is dat moeilijk, hè? Dus, want, want nee. Thibau stond daar plots en, en dat, die jonge snaak die komt daartussen en die, die gaat elle op een bepaald moment uh, fietsles geven. Dus is, is die uw zomer is die perfect geweest? Dat heb je genoeg gedaan? Want ik heb dat in het begin gezegd, van, van, uh, volgens mij hebben ze een hele goede zomer gehad, want ik heb ze nergens in gelezen. Maar daar is er misschien wel wat over, want jij niet de man die dat... Uh, Vindt dat ze meer op de weg moeten rijden op een bepaald moment? Ja, natuurlijk moet iedereen dat een beetje voor zijn eigen maken. Hoeveel dag moet op de weg rijden. Maar mm -hmm. ik merk wel dat, dat bepaalde. ik spreek me tegen als de als afstander is. Maar ik merk wel dat bepaalde jeugd. Hè, ik ben zelf nog jong, maar ik, ik, ik aanschouw je meer als jeugd. Dat gaat je meer een gevestigde waarde zijn. Maar zo, die jonge gasten, je ziet dat die op een jaar tijd enorme sprongen kunnen maken. Hè, ja. Bijvoorbeeld, met alle respect, maar. Een type overleden jaar, ik heb het ook een paar keer gezegd, vond ik niet dat hij al liet zien voor hetgeen dat hij eigenlijk bestempeld werd als zijn de, de talent dat moest komen. Ja. En dan, dit jaar maakt hij eigenlijk een hele grote sprong, denk ik, met een heel stuk in de zomer uh, die pro te rijden. Ja. Dat er nodig een body wel wat op te bouwen. En ja, die, in één keer is dat gewoon een heel andere coureur uh, in de cross. Nu je moet natuurlijk nog blijken hoe lang dat dat... Zich kan doortrekken uh, door een seizoen. Maar ik merk wel dat er meer en meer door de kansen die gegeven worden door, door bepaalde ploegen, ja. zonder ook negatief te willen kijken naar anderen. Um, dat wel heel veel jeugdrenners profiteren van een goede wegcampagne te kunnen, uh, kunnen koersen. Het ja, ja. is heel vrij, Michael. Ja. Moet ik zeggen wat je wilt, uh, rijden wat je wilt in de zomer. En, en, uh... um, ja, van een ik denk dat ik en Elie wel een beetje onze zeg kunnen doen in de zomer, maar het ja. is eigenlijk al, ja, sinds ik prof ben geworden, is het altijd een beetje hetzelfde. Ik denk ja. dat wij een viertal rondjes rijden in de zomer, uh, meestal rond van België, dan uh, Tour Alsace. Ja. Dus uh, ik denk dat dat voor ons niet, niet echt de koers koersdagen moet, <coughs> denk ik niet dat, dat veel meer uh, hoeft. Ik ja. denk dat misschien gewoon uh, de ingesteldheid van de koers, ja. dat we daar wel veel kunnen, uh, ja, bij, voor ons is de zomer eigenlijk een beetje, uh, Mentale rust en gewoon trainen en die koers meepikken mee, mee als uh, jo, een beetje plezier. In, uh, maar ja. ik denk dat dat moet veranderen en dat dat wel... Uh, kan renderen, er crossseizoen richting cross een om echt wel een, uh, is, is een, een piek de, te leggen in de zomer ja, ook. Is ja. een beetje de, de, echt de nauwe stempel. Hè? Ik herinner me nog Danny Bie en Paul de Brouwer. Van Bakel daarbij dan, uh, Lambrechts Ja, die mannen die deden heel weinig op de weg. Hè? Dus, uh, hm. En ik... Ik zie dat bij jullie ook nog, hè. maar mag dat nog? Is, is, het, is het niet beter om een klein tikkeltje erover te... Maar iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Ja. Hè? Want ja. Ik denk dat jij honderd keer op de weg moest rijden dat jij jezelf naar de haaien, naar de Filistijnen rijdt. Hè? Ik denk qua programma dat zij, met hetgeen dat zij rijden, als ze zeggen, hey, we rijden tour als as dat heb ik in die tijd nog gereden, dat was toen echt al een fatsoenlijk niveau, maar dat is nu nog een hoger niveau geworden. Um, Ronde van België is ook al geen klein niveau meer. Dat is ook al, al de mannen die van het verjaar nog komen, als je ziet, dat wordt ook echt rap gereden. Ja. Maar ik treed de Michael wel bij als hij zegt van, ja, misschien moeten we wel, als we willen, hè, dus, want ja, je gaat toch nog hopen van de komende tien jaar toch wel te crossen, denk ik. Ik denk dat het toch wel je bedoeling moet zijn op die leeftijd. Dat je, dat je gaat zeggen van, ja, ik moet misschien in de zomer, omdat ik ouder word, daar... Hij vroeger met de jeugd en speels en op en dat gaan we mee door. en Je kunt omdat je flexibeler zou zijn in de jeugd, kun je veel meer opvangen. Maar ik denk hoe ouder dat je wordt, hoe meer nood dat je daar ook aan hebt om, mm -hmm. om die nodige basis en die nodige weerstand op te bouwen in de, in de zomermaanden. Dat, dat, dat denk ik wel ja maar ja, dan, ik, ik he, heb ja. nu wel het gevoel hij is net Europees kampioen geworden dus ja, ja, nee, maar, nee nee maar. Nee, oh, 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 nee, dat nee 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 in het begin van het seizoen iets minder. Hij, ja, hij heeft daarvan geproefd van die kampioenschappen. En dan gaat proberen terug Europees kampioen te worden. Dus ik, mm -hmm. ik, ik, ik ben 100% mee en ik sta er ook 100% achter. Hè. Dus uh, het is niet omdat hem. Uh, maar als dit had fout gelopen, ja, dan moet je durven zeggen van uh, mijn ja, voorjaar is niet 100% er, erop geweest. Maar ik denk ook dat we. Allee, ik heb het ook in het verleden al gezegd. Van, uh, van Michael, verwacht ik niet. En dat mocht dat niet meer achten beschouwen. Maar... Ik verwacht niet dat de Michael 20 koersen per jaar wint. Maar ik, ik heb hem verleden jaar een keer zo ergens vergeleken, denk ik, met een soort type vervekken. Dat zijn klassieke trui. Die, zijn, die, die zijn, zijn koersen wint en er staat op de juiste momenten. En met alle respect, maar het zijn de momenten van de truien... die later herinnerd worden. Dat wel. Niemand weet van welke koersen dat ik in het verleden allemaal gewonnen heb. Maar ze weten wel kokrijden en hoogrijden nog. Maar niemand weet. Hoe vaak dat ik bijvoorbeeld in Gavre gewonnen heb. Terwijl dat, dat ook een op fantastisch een mooie cursus is. Op een boom. Op een boom door. is proberen, uit dat ook een keer geprobeerd. Dat weten ze nog wel. Maar uh, allee, uiteindelijk worden op het einde van hun carrière afgerekend op truien. En het is ook zo dat de kampioenschappen na een nieuwjaar. Um, een verleden jaar was de Wouter niet. Uh, met de WK zijn er altijd um, ja. de mathieu was nog eens bij. Pitcock, de Wout zit er dan vaak nog eens tussen. Um, en een Europese titel is eigenlijk als je die al twee keer kunt pakken, ja, dan dan scoorde goed. Hij wordt dan ook kampioen van België, dus ik vind dat de Michael tot op heden op kampioenschappen zijn maximaal al benutte. En Amai, ik vind nie? dat je dat positief moet bekijken. Ja, welle, 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 welle. Heb je heb je echt gepikt naar dat EK? Is dat echt het, het eerste doel geweest? Dus is het voorlopig de perfecte start van het seizoen dan voor jou? Dat was. Bijna van het seizoen was dat wel mijn eerste grote doel. Maar dan uh, met mijn ziekte dat ik uh, in Amerika had opgelopen, uh, ja, wist ik niet zeker dat dat het nog haalbaar was. Uh, maar goed, uh, we hebben nog geprobeerd om zo, zo goed mogelijk uh, te trainen. Uh. Ook uh, na de Koppenberg ook nog, toch nog wat proberen bijfietsen om, om toch die, dat, dat trainingsvolume nog wat bij te schaven. Ook. En, uh, ja, had toch verwacht zijn. Zelf? Allee, als we nu um, zondag aan de start gaan. Ja, je weet dan natuurlijk s'morgens wel zo van, ja oké, okay, ik ben wel goed, ik ben in orde, maar ja. had zelf zoiets van, ga, ik ga me 100% vertrouwen hier naar uh, Nee, dat nee, niet. Ik had, uh, ik had ook vooraf gezegd dat, uh, dat Eli, um, Lars en uh, Thibaut wel de, de favorieten ja. waren. En, um, dat, dat ik echt wel een supergoede dag moest hebben om mee te doen. Um, maar goed, met die regen erbij, ja. elke minuut dat regenen, kon kwam ik eigenlijk altijd maar uh, liever en liever... Allee, was ik er altijd maar liever en liever. En uh, dan stond ik aan de start en dan voelde ik wel dat dat kon. Ja. Want ik heb een keer met mijn broer gebabbeld en die zei dat ook, hè. Zo van, eigenlijk zegt hem onze Michael. Hè, ik heb mijn broer altijd gekoerst en op de kamer gelegen en hij zei eigenlijk onze Michael zegt hem, die kan eigenlijk het beste fungeren, het uh, um, beste presteren, functioneren, ja, functioneren ja. um, in, een, uh, in een soort schaduwrol. Allee, hoe moet, hè, Daar, is hem nu Daar is hem nu wel uit. Ja, ja hij is eruit, maar ik wil ja. maar bedoelen: hè, we verwachten altijd, we gaan aan een kampioenschap adn ah, liggen. Als je zegt, ADN-Lie, Tibor, Lars van der Aar. En hij komt eigenlijk uit het moment zo van: ja, ik ben ziek geweest en ik verwacht er eigenlijk niet veel van, dus ik zie wel. Dus je kunt eigenlijk, uit die schaduw, kun je wat mee profiteren van, van in de lute te blijven en dan je manier en je goesting te doen en zo naar dat kampioenschap te werken. En, um, zei, als je echt gewoon continu op je de blik, uh, schijnwerpers zou zetten, dat je echt een blikvanger zou zijn. Dan zou je broer van: ja, dat hij onze maaklijft niet zo graag. Ja. Dat er continu van u verwacht wordt van nu moeten winnen, nu moeten presteren. Dat dat niet. Uh... Ja, dat klopt wel. Ja. Uh, Vorig seizoen enkel BK was ik wel een beetje een van de favorieten. En dan was ik echt wel een week niet om, uh, niet om mee samen te leven. En, uh, maar dat lukt het dan toch ook. Dus, uh, ja, dat is een van de weinige keren dat ik echt wel als favoriet toch die, die koers aan mijn hand kan zetten. En dat was wel uh, ook uh, heel tof om te weten dat, dat dat ook lukt. Maar toch heb ik liever uh, zoals naar een kampioenschap toe gaan in een uh, underdog rol. Ja. Ja. Dat gaat wel een nou ik... zo... weekje lastig worden van de winter. Want <laughs> <laughs> Meulenbeek, daar is hij ook graag Ja, ja. ja het zijn eigenlijk uh, alle drie de kampioenschap. Ja. Het zijn alle drie crossen uh, dat ik heel graag doe. Dus, maar ik, ik vind... Eigenlijk nog zotter het feit dat je nu Europees kampioen bent geworden door het feit, ja, we zeiden het net, in Amerika ziek geworden. Uh, de voorbije week uh, de cross in, in Masmechlin, die ook nog eens uh, weer een, een fysieke mentale tik is. En dan toch Europees kampioen worden. Ik bedoel, uh, uh, het seizoen is nog maar, wat is het, een maand bezig. Je hebt al twee uh, flinke tikken gehad en, en toch fix je het. Dat is, dat is wel fantastisch, toch? Ja. Ik zeg het, is ook een kampioenschap op één dag. Dus uh, de vorm van de dag speelt ook een hele grote rol. Maar ja, ik denk dat ik gewoon op die dag heel rustig kan blijven en uh, ook uh, de koers wel twee kan de, lezen. Ja. Twee dagen na na dingen, Maas-Mechelen, voelde ik het eigenlijk al aankomen. Dus uh, ik zeg: je gaat uh, de noodstop even indrukken, uh, maar je gaat hem al uitgetrokken. Dus, want je zei: je signaleert op de, op de Koppenberg. Ja, maar dus dat, 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 was, uh, dat klopte niet. Nee? Ah, kattach, daar stond, kattach... blijkbaar heeft er iemand uh, ja, een foto gezien. Ja, uh, maar dat was ik niet. Je hebt er niet geweest, of, hè? Nee, nee. Allé. Twee dagen. Ik zeg, dagen, ja, uh... zeg, dat zou straf zijn dat je daar nu al naartoe gaat, uh, nou, nee, 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 na, 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 zo'n patat rond je oren te krijgen, maar uh, uiteindelijk dat zijn er nee, niet nee. geweest. Dan. De informatie van Paul, ai, soms komt hij met iets af, maar we moeten ja. toch dubbelchecken, want uh, <laughs> Ja, ja. Iets ja nee, blijkbaar nekluwen. was daar een fiets gepost, en dat zou uw fiets geweest zijn, Nee, nee, ik heb twee dagen achter een brommer gereden om... Ja, 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 oké. Zeg, mannen, hoe zat dat nu met dat ploegenspel? Want iedereen zegt de Belgen fantastisch of heel goed EK. Ja, als we gewoon kijken naar de, de resultaten, Europees kampioen, ook bij de beloften een Europees kampioen. Maar de tweede Belg bij de profs was Eri, die uiteindelijk zesde wordt. Ja, zonder jouw Europese titel is het een heel ander verhaal. Is het, is het nu een goed EK geweest? Voor jou uiteraard, maar ook voor de Belgen? Of hoe moeten we dat zien? Hoe zie jij dat? Ik denk dat het bij de jeugd niet zo goed was. Uh, alhoewel dat ik het ook minder gevolgd heb, wel, maar uh, ik denk dat zeker bij een man en junior dat, dat het daar wel uh, een heel stuk beter kon. En dan bij ons uh, ja, denk ik wel dat, uh, dat ik hier en daar wel een, een, een schoon had gekregen heb in het begin van de wedstrijd, maar natuurlijk uh, met, die, met, dat, met dat weer en uh, de lengte van de koers was het zeker niet simpel om, uh, om die 45 minuten alleen zeker nog vol te houden. Ja. Die ene move in, wat was het, de tweede ronde, is, is, de, is de move van, van de wedstrijd en voor de rest heb je het helemaal zelf gedaan. Ja, natuurlijk, uh, het gat dat ik krijg, moet ik wel kunnen follow ook, maar natuurlijk was het wel mooi uh, dat Elie wel dat gat laat vallen. Misschien uh, wist hij zelf ook wel dat, hij dat de eerste ronde al geprobeerd uh, en voelde hij wel snel dat dat niet zijn dag was, maar dat is het wel heel mooi van hem dat hij probeert die koers uh, naar mijn hand te zetten dan, en dat was wel mooi van hem. Ja. Ja, ik denk ook dat het ploegenspel op zich, allee, ik vind het ferm dat je de Eli verdedigt. Maar die vijf seconden dat je cadeau gekregen hebt. Allee, ik bedoel, je moet dan uiteindelijk dat uitbouwen. En we weten alle vier dat je hier aan tafel zit. Als je eens vijf seconden cadeau krijgt na tien minuten wedstrijd. Dat is ah. niet genoeg voor die koers eigenlijk echt bepalend of beslissend te houden. Nee. Als er op een gegeven moment, ik had op een gegeven moment gezien dat een Eli geen goede dag had. Vond ik ik dan persoonlijk en wat zag ik daar? Op een gegeven moment aan de materiaalpost, tweede materiaalpost, rijdt een heli daar een stuk door het gras naar boven. En rijdt volgens mij uh, Nieuwenhuis links daarnaast. Oh, het het en je ziet een heli ja. eigenlijk moeite doen voor precies te versnellen. Ja. En dan een seconde later pakken ze een shot van in de verte. En zie je gewoon Nieuwenhuis eigenlijk op zijn zaal daarnaast rijden. En toen ja. had ik zoiets van. Goh, dat is nu niet geen dat ik zou verwachten. Ja. Van, uh, nee nee, maar ze hebben, een ze hebben een nieuwe naast eigenlijk laten rijden achter Michael. Hè? Dus uh, op een bepaald moment ik zeg dat is geen oplossing. Daar, daar moet hij wel zijn. Dan uh, hebben ze Ronnaar op een bepaald moment. Uh, hè, want van der Haar was spoorloos, die uh -huh. was nergens te bespeuren. En dat ene kleine gebaar van van, van, uh, van Iserbiet, dat zal wel meegespeeld hebben. Maar in, ze betrokken daar op een duur heel Belgen bij en, en dat is niet waar. Nee nee nee, 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 nee Hebben eigenlijk... heb jij in een tijd moeten delen in zeiden daar. Ja. Maar eigenlijk is dat een is dat, dat is een losseleik uh... Ik ik vind op een gegeven moment als er moet gedeeld worden in, allee sowieso zouden al moeten, vind ik delen met degenen die u effectief geholpen hebben. Maar... en allee met alle respect die goede coureur Johan Wiseure, goede coureur. Maar die mannen hebben wel niks bijgebracht. Bij uw winst was, want daar is, was er iets te rapen nu? Nooit. Bijvoorbeeld uh, uh. hebben die een premie. Uh, uit, maar. Ja, maar dat is nu ook niet. Niks. Niet onrustig, ja, nee. ja, nee, traditie onrustig. Traditiegetrouw wordt dat verdeeld. Ja, 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 ja dat ja. is waar. Maar als je maar, maar die mannen allemaal daar moet bij betrekken, want ze hebben in, in landen uh, heel goed nee. gereden en, en in die termen gedacht. Dat, dat is niet echt waar. Dat is in de euforie dat dat gezegd wordt. Maar nee. je hebt normaal meer met een ploegmaat af en toe last dan dacht dan, dan je ja. daar eigenlijk. Eh, nee, ik vind dat bij. inderdaad ook de, de Nelly wel bepaalde dingen inderdaad goed gedaan heeft. En, en de, de aanwezigheid van de Nelly in de achtervolgende groep zorgt voor een storende factor. Eigenlijk krijg je dat niet direct af en gemaakt u dat als zijnde Lars van der Haar, nieuwe Ronem. Maakt u daar een stuk nerveus in omdat. Ach, je wilt dat dan toerijden, dat lukt niet direct. Dus, dus die storende factor is daar. Maar nu om te zeggen, inderdaad, dat heel de Belgische ploeg uh, daar al geholpen heeft aan uw titel. Ja, met alle respect. Denk dat dat niet, als het, het als dat iemand is, het kan het eli ja. zijn met dat gat te laten vallen. Maar de rest dit ja, Voor de, de rest, ja. die die waren reen, Michael. Niet. In ieder geval, ja. Maar ja. de man van de dag. Weer prijs, Europees kampioen. Hoe, hoe, hoe eenzaam was het? Want het was 45 minuten, zeker ongeveer. Hè? Die, de, het gat van 15-20 seconden dat ik had, is eigenlijk nooit niet gegroeid na een half minuut. Dus Het was eigenlijk echt wel uh, pja, de goede lijn kiezen en gewoon uh, ja, de stukken van het parcours wat je moest rap. Rein, rap rijén en ja, dan kun je weer een koers rijden. Ja. Hm. Dat was, ik op een gegeven moment dat hem toch ging terugkomen, Cameron Mason. Ja, zo Op een gegeven moment ging het zo van 15 een keer naar 12 of zo. Zeg, hm. Hm. Dat kan misschien zo, maar nou nee, dan was het direct terug. Inderdaad, ja. 18, 19. Ja. Ja, ja. Heb je schrik gehad van Cameron Mason? Want ja, dat is toch de revelatie van de voorbije week, zeg maar? Um, goh, eigenlijk niet. Het was eigenlijk meer altijd Lars van der Haar dat ik uh, een beetje in de gaten hield. Je um, zag het ook wel op het stuk uh, het tweede keer materiaalpost. Uh, zag ik eigenlijk een keer Lars van mijn een tot boven echt wel snel naar boven fietsen. En toen dacht ik wel even dat, uh, dat hij ging terugkomen. Dan denk ik dat hij zijn eerste keer een valpartij gehad. Mm. En dat was wel terug een mooie cadeau, dat hij vier, seconden terug bij kwam. Ja. Hebben ze de koers al terug uh, kunnen herbekijken? Of, uh? Fragmentjes, ik heb nog niet, heb nog niet ah. volledig kunnen zien. Joh. Je is twee keer is eigenlijk uh, weg van de rest, dus in tweede positie gekomen, dus uh, los van alles, en gaat je eigenlijk onderuit, en dat, dat heeft hem natuurlijk genekt hè, Ja, bepaald dat bepaald ik denk die tweede moment, keer hè. dat dat ook van Ik ga niet zeggen dat hem er had bijgeraakt, hè, want als je achteraf gaat analyseren, dan Waar? denk ik dat hem er nooit zou bijgeraakt zijn, dus je waart te goed, en je zei de lesronde niet, 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 niet verzaakt of niet, niet vertraagd of, uh, ja. of niet op je knieën gegaan. Dus, maar anders was dat wel uh, het moment voor Van Raar om ja. te proberen. Maar ik maar geloof nooit dat nooit Het is nooit minder geweest dan 12, 13 seconden. Hè? Hij doet inderdaad de inspanning daarachter. Ja. Maar het is nooit... Allee, hij is nooit niet tot op 5 nee, seconden toch. geweest. Ook al doet hem die inspanning ja. en hij, hij maakt daar inderdaad de inspanning aan de materiaalpost, maar dan valt hem. Maar stel dat hem dat niet valt, dan komt direct die klim naar die balken. Als je dat daar dan niet kunt doorzetten tot aan de aankomst, ja, dan valt dat er ook een stuk stil. En dan blijft dat terug 12 seconden en de rest van de toer. En... Ja, allez, ik denk niet dat hij er persoonlijk had bij ja. Denk ik. Maar... Ik denk dat het ook een beetje Lars was die meestal in het begin van zijn de de eerste twee, drie ronden moet hij altijd een beetje. Op gang komt precies en ik denk dat Thouw wel, hem ook wel een beetje geneke, genekt heeft om, om niet direct mee te zijn. Ook, ja. nee, hij heeft nooit helemaal in de koers gezeten. Nee, hè? Ja, altijd ja. moeten achtervolgen en ja, hij loopt ja. achter de feiten. Ja, plus, ja. plus dat het ook heel druk was, hè? ik bedoel, het was een heel peloton hè, op een bepaald moment. Hè? Dat ja. hij even bij elkaar geweest en hij was daar zelfs niet bij, hij heeft dat gaatje zelf moeten dichten. Ja. Dus, uh, maar je moet wel lef hebben om, om eraan te beginnen. Ik heb al een paar keer met je neus tegen de muur ja, gereden. Zijn om dan zo vroeg aan te gaan in, in, de, in de koers, in die uh, natte omstandigheden, vrij koud. Maar daar heb jij precies nooit last van. Nee, in de koude kan ik, redelijk, kan ik wel redelijk goed. Ja, uh, ook in het nog niet echt veel last van gehad. Ik, het enige punt waar ik denk, de laatste misschien wel last van raar. Op een gegeven moment rijdt hem daar wel in achtervolging op u en hij mist daar. Uh, dat bochtje voor uh, eigenlijk naar de eerste materiaalbos te ah, ja. gaan. Ja, maar moet af. hem eraf en moet hem zo'n ja, heel stuk lopen naar boven, waar uh, iedereen dan kon fietsen. Ja. Dat hem eigenlijk in de achtervolging iets te brut was. Dat was die afdaling in dat bosje zo. En dan was dat links draaien. Dat was maar één fragment, maar daarna is hij ja, nog twee ja, keer ja, ja. Ge effectief gevallen. Ja, ja van achter was er redelijk, pittig. Ja, in hm. het bos in die afdaling is hem ook nog eens gevallen. Hm. Maar ja, weet je, het is de koers scheidt gewonnen. En Klaar en de rest is niet van tel, nee. denk ik. Misschien is het grootste aandeel van, van Eli eh, in, de, in de Europese titel wel het mentale in de aanloop naar het, naar het EK. Want ik las dat, dat hij. Jullie sliepen samen op de kamer ja. en dat hij echt wel op jou ingepraat heeft van ja, de, die slechte dag in Maas Mechelen vergeten. En, eh, die kan ja, is dat is Ik denk dat jullie ook wel mensen rondom hem heeft die, die hem mentaal ook wel, uh, wel scherp zetten. En uh, ja, na Maas Mechelen vond ik het wel mooi dat hij, dat hij een bericht stuurde dat, dat ik. Allez, dat zeker de ervoor heel goed was en dat hij ook wel vond in het begin van Maas Mechel de eerste twee ronden dat ik ook wel scherp oogde. Maar dan uh, ja, voelde ik wel dat ik zelf wel leeg liep. Maar dan, zei, uh, ja, dan, dan vond ik het wel goed dat hij stuurde dat ik uh, meer in mezelf moest geloven en dat uh, ja, dat, dat wel uh, goed ja. is. Maar hoe close zijn jullie eigenlijk? Want iedereen zegt: dat zijn goede vrienden, maar een berichtje sturen, dat is, dat is nog niet uh, alsof je. Alles ja, met elkaar denk, deelt. Uh, het is niet dat we elke, elke dag bij elkaar over de vloer lopen, maar ik uh, ja, denk wel uh, als er lang moet getraind worden of zo spreken we meestal af. Ik uh, ja, denk dat dat ook wel uh, een goede vriendschap en uh, op professioneel vlak toch, ook wel is. Toch ja. is dat het beste, denk ze. Dat, dat je daar echt mee overeenkomt. Je zit samen in de ploeg en dat ziet er naar uit dat dat nog jaren gaat zijn bij jullie. Ja, uh, dat, we uh, zitten al twee nog wel even vast in de ja, ploeg. Je zit dus, daar uh, precies honkvast. Uh, ja. Hoe langer jij nu nog, uh, Juruf? Ik tot. 1,25. Ja, hele ook waarschijnlijk. Ja. En is er zo ja. nooit iemand anders dat zegt van je ik, ik, witte kampioen, uh, ga eens proberen over ja, bij ons heb we, te komen. Uh. Vorig jaar heb ik dan uh, mijn contract opengebroken omdat dat dit jaar afliep. Um, maar soms kunnen dat pas opbreken als er interesse is van iemand anders. Hè? Ja, en, want en dan was dat dan? Of, uh, ja. Het was wel wat interesse, maar uh, ja, natuurlijk. Het is uh, bij ons een West-Oost-Vlamse ploeg. En, uh, met Maro de Klerk zit er ook wel iemand bij die qua cross-training vind ik dan de beste man die er is. Uh, qua cross-training dan. En uh, bij ons is die training meestal uh, dicht bij huis. En als ik dan bij andere ploegen moet, de woensdag ja, ja, ja. altijd richting hierentals of zo gaan, is dat, is dat moeilijker. En dan ben ik wel iemand die ja. kiest voor de rust. De en... Klerk was goed gisteren. Zo. Was, ja? uh, hij was vinnig, hij was overal. Op een bepaald moment riep hij iets naar u, maar dat zou ik graag weten, dat uh, Ja, die weet. zei het ook, dat... Uh, Hoorde jij dat, of, of, hij dat, daar? of kwam zei dat je moest uh, ja, rijden waar je moet rijden en rusten waar je moet, Zee, ja. waar je moet rusten, dus... Ja. Dat was wel heel belangrijk, ik denk. De stuk Tweede keer post en uh, de stuk naar de bal, dat was iedere keer mijn stuk om vol ja. te rijden en al de rest proberen goede lijn te doen. Hoe belangrijk Kert. is dat, dat, dat zo, in dit geval, Mario de Klerk zo'n dingen roept, want ik, ik denk dan van, ja... Dat lijkt me re redelijk logisch dat je snel moet rijden waar het kan en, en, en rustiger waar het kan. Ja, maar het is, ja, of moet. Zei, het is heel belangrijk om de stukken waar je kunt recupereren ook wel echt te nemen als recuper om, uh, om terug die stukken dan, uh, zoals de tweede keer post, was echt wel een stuk uh, dat je van beneden tot boven echt wel moest uh, power zetten Anders kunnen uh, ze dat 15 seconden verliezen op één stuk. En, uh, dat is wel belangrijk dat je dat elke ronde opnieuw kunt uh, van beneden tot boven vol. Ik denk wel dat dat binnenkomt. De coureur hoort dat. Wanneer er iemand in opgaat in het verhaal, en zeker in de klerk, dat je die kunt nerveus maken of krijgen, dan denk ik wel dat je daar echt iets aan hebt, dat je er kracht uit putt en zegt van ja, het is in orde. Hij gelooft er zelf in. Is hij sowieso niet nerveus voor zijn eigen. Ik weet dat nu. Dat is een rustig om normaal, klerkje. Ja, maar ik denk inderdaad, als je in de juiste dingen zo aan de kant uh, toegeroepen krijgt en ook de exacte seconden als je weet dat dat van iemand komt dat je vertrouwt, ja. dan kunnen er ook echt op verder gaan. Al is dat ook een seconde minder dat je dat wel kunt uh, vertrouwen. Dat is een belangrijke. Ja, op een, daarop, op een uh, lekkere plaats dat hem daar eigenlijk ja. stond. Daar ja. Dus even, dus ja. Uh, en natuurlijk waren er ook wel veel punten, op parcours dat je zelf kon zien ja. of dat gegroeid of uh, minder was. Dus, uh, is er eigenlijk gevierd nadien? Want ik heb begrepen dat je bijna meteen terug in de camper bent gestapt en naar België bent teruggereden. Nee, dus voorlopig nog niet. Uh, het was richting, direct richting camper en dan uh, was het nog zeker 8, 9 uur met de mogloem naar huis. Dus, dus uh, een uur na jouw Europese titel was hij al onderweg naar huis ongeveer? Ja. Dus ja maar het was ook Moet toch, je dat niet vieren in een Europese titel? Ja, ik denk dat er vanavond wel iets gepland is. Uh, maar ik ben iemand die dat nogal redelijk. Uh, Niemand die niet, niet, niet heel snel of heel graag in de schijnwerper staat. En, uh, ik ben altijd blij dat uh, dinsdag, woensdag, is dat rust altijd wat terugkeert. Ja. Ja, en in die mobbelom krap ik dan direct in je nestje zo Onder de dekens? Of, uh, nee, eigenlijk... Ik zit er uh, voor uh, bij dan? Ja, maar Dieter was ook mee. Dus die heeft heel drits naar huis gereden. En, dan, uh, oh, over en de cross. Kelly ook? Die was niet mee. Ah, Het nee. was enkele uh, wat mechaniekers zijn, mijn broer. Dus uh, ja, over de cross gebabbeld en uh, ja. wat plezier gemaakt. Ja. En, en wordt dan de hele cross nog geanalyseerd of, of gaat dat hier redelijk snel? Um, goh, als je wint natuurlijk is analyse gemakkelijk. Maar, uh, maar ja, het is tof om over de cross te babbelen. En ik denk dat uh, met Dieter erbij, er is ook iemand die heel goed weet wat, dat, uh, wat dat er in de cross gebeurd is. En dat is wel tof. Ja. Nou, dan is het goed dat, dat het uh, van Maasmechelen niet zo, niet zo ver naar huis was, zeker. Hè? Want uh, van Pontchâteau naar huis is een ander verhaal. Ja, het is zo. ja. dus, uh... ja, hoe, hoe zou er iets geweest zijn bij Thibault Nijs? Want iedereen uh, zei: ja, Eliezerbiet, favoriet, Thibault Nijs, favoriet. Mm. Het, was, het was niet zijn dag. Hoe, hoe, hoe moeten we dat nu eens schatten, Niels? Bah, ik denk dat. Allez, ik had er juist nog een uh, gesprek over. En het was dan dat bijvoorbeeld woorden: dat, dat Sven op een gegeven moment zegt. ja we moeten daar niet te veel belang aan hechten. En um, dat de Sven probeert Thibaut direct te verdedigen voor zijn, zijn mindere dag. Um, maar ik vind dat de Sven ten opzichte van het Thibaut zijn eigen niet moet verdedigen. en moet dat juist positief ervaren. Dat, je, dat, dat wij daar als, als kijker of als, als analist wel verwachtingen bij hebben. Ik vind dat je dat moet positief bekijken eerder dan negatief. Um, iemand waar, dat je, het niet, waar dat je niks van verwacht. Dat is geen goede coureur. Want daar verwachten niks van. Mm -hmm. En iemand die goed is, daar verwacht je iets van. Al dan niet te winnen, tweede, derde, vierde maakt het al niet uit. Maar je verwacht een leuke prestatie. Als, als wij kijken naar de Ronde van Vlaanderen of een Roubaix, dan verwachten wij iets van de Mathieu. Is dat winnen of niet? Wij verwachten iets van de Wout. Weet wel? En ik vind dat Thibaud dat ook zo moet ervaren. Wij verwachten inderdaad niet dat hij elke week wint of dat hij elke week mee te winnen. Maar wij verwachten wel prestaties voor de naam en de coureur die buiten zijn. En hij heeft dat ook gewoon laten zien dat dat kan. Je kunt niet op de Koppenberg winnen en dan zeggen dat je van het EK niks moet verwachten. Allee, dat, is... Dat, dat is nu typisch Allee. van mannen die dat uh, veel te goed op de wereld zijn gezet, hè. Die, die dingen. Hè. Die is twintig jaar. Jij ja, verwacht... maakt daar een Albertje van. Nee, die nee, dat nee, overkomt dat en die komt direct, die nee. moet direct Nee, nee, dat is maar waar. dat is ook zo, zo. Zo zijn er een paar, maar zo is het niet iedereen. Nee, nee, maar, hè? maar ik verwacht niet dat een Thibault wint op, op het EK. Ik, dat, dat bedoel ik niet. Maar het is toch positief dat wij als analist en als commentator ja. daarin een prestatie van verwachten. Ik zeg niet dat je moet winnen. Hmm. Maar je kunt toch niet zeggen dat je alleen je wint Waterloo, uh, je wint uh, um, Koppenberg. Je, zet al, je ging, ging overheid door mee voor te winnen. Ook, dus je wint, je ja. wint drie, of zo goed als twee, en een keer tweede, eigenlijk. Ja. Overijss laat hem dan varen. Maar eigenlijk zijn dat drie lastige crossen, waar je tot diep in de finale ja. voor te winnen. Dan is dat toch niet onlogisch dat je als analist of als kijker zegt van op dit parcours verwachten we iets. Dat dat voor te winnen is, dat, dat, dat zeg ik niet. Maar je ja. Verwacht ook dat. Ik, ik kan eens naar de, naar de Michael terugschuiven. Waar als jij jij twintig jaar werd uh, en jij komt uh, bij de grote rijen. Waar... Zaten daar zo van die uh, geweldige sprongen bij? Hm? Goh, ik had ook wel, veel ook wel, uh, hoe moet ik het zeggen, veel Denk dat ik ook wel crossnat waar ik mee Denk maar ook, ook, ook al direct dat eerste jaar uh, voor winst zo, uh. ik, ik heb als eerste jaar belofte eh uh, gewonnen ja. tegen Stibar. Maar dus, nu bij uh, de bij de hè, dus uh, ja, bij de Ik was niet het jaar toen dus uh, ja, ik zei het als je, dan, als je dat kunt als eerste jaar, als eerste jaar weten wel dat ja. dat er dat, dat is er wel een nog heen. een ander ardoy ja. of, of de, de koppenberg ja dat is natuurlijk dat. nog... Dus, uh, 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 maar dat ik vind dat een paar lichtjaren verschil Maar ik vind dat iets anders. Je kunt verwachtingen op twee manieren zien. Verwachting dat je gaat winnen, ja. of verwachting voor een prestatie neer te zetten. Zoveel te eerder dat dit kwam, hè? zoveel te beter is dat Tibou. Wij gaan nu. Allee, dat, dat, dat is het, het, het voor- en nadeel hoe dat je het wilt bekijken. Mm -hmm. Ik vind dat eerder een voordeel. Allee, dat klinkt kei stoem om te zeggen, maar allee, ik zat gisteren in de auto na de cross. En uh, ik hoor het nieuws op de radio. Dus hey, BRT-nieuws of whatever. Hè. En uh, het gaat op een gegeven moment over het EK-veldrijden. Het gaat, dat, dat ding duurt een minuut, dat je 30 seconden over een t gegaan, een interview van een niveau, en Michael van Toernout wint de koers. Ja, maar het is daarmee dus En dan zeggen ze, ja, maar er mag niks van verwacht worden. Ja, maar wij, allez, en daarin vind ik het chapeau dat. Dat de, de, de Michael presteert op de manier dat hij het moet doen. Beetje uit een beetje ja, uit een achtergrond is het verkeerde woord, maar in de schaduw. Boeve, en hij is wel ja, ja. underdog en hij wint wel. Uh -huh. Maar als wij, zijn de, als analisten en commentatoren het nieuws iedereen altijd gewoon de, de Thibault gaan laten interviewen, ja, dan verwacht gewoon de mensheid dat hij. Ja, bon stelens. Niels, nu, nu voor de koers oh, ja. is het niet onlogisch, inderdaad. Hij heeft die, die lat zelf zo hoog gelegd voor Duurlijk, zichzelf ja. door die uitstekende ja, prestaties. Ja. Uh, dat er na de koers ja, een beetje uh, neutraliteit moet zijn en objectieve verslaggeving, mm -hmm. daar ben ik absoluut van overtuigd. En dan moet het vooral over Michael ah, van Tournout gaan. Vind ik ook. Ja. Die mannen zullen daar natuurlijk niet over piepen, maar ik ben er zeker van dat die onder hun beiden, tussen uh, Iserbit en, en, en Michael. Die zullen er een heel ander beeld van hebben. Zeg. Ik ga niet zeggen dat ze daarmee boven gaan komen. Maar die weten dat hij op zijn plaats gaan gezet worden. Die weten dat eigenlijk allemaal op voorhand. Dus maar... maar ben je verrast door wat Thibaut dit seizoen al heeft gepresteerd? Wel een beetje. Vorig jaar had hij ook wel veel ups and downs. en downs. Uh, had ik er ook wel meer van verwacht. Dus uh, ja, ik had nu wel met, met die sterke zomer dat hij had gereden. Had ik wel verwacht dat hij terug een stap voorwaarts had gezet. Maar om echt elke week mee te doen vooraan. En zeker Koppenberg was toch niet... Niet zomaar een cross, dus om daar eh, toch van, vanaf de eerste ronde eigenlijk weg te rijden van ons. Had ik zeker niet verwacht. Um, dus ja, ik vind het heel straf wat hij doet. Maar natuurlijk um, verwacht de media misschien ook wel iets te veel dan. Um, maar goed, um, ik denk dat hij ook wel daar goed mee overweg kan. Maar uh, ja. Um, voor ons is het ook soms wel moeilijk dat wij... Thibaut heeft nu... Is, allez, Vanaf het begin van het seizoen wel een uh, hele stap vooruit gezet, maar dan lijkt het toch alsof wij niet meer meedoen. En dan uh, ja, denk wel dat dat ons weer uh, weer wat scherper maakt. Ook, ja. Ik heb ook zo uh, het gevoel dat het soms dubbel is. Aan de ene kant, bij iemand die zegt zelf die graag um, ja, op de achtergrond blijft, niet te veel in de schijnwerpers. Geen groot feest voor een Europese titel. Aan de andere kant steekt het misschien ook dat ineens die precies er alleen staat en dat de andere crossers niet meer meedoen. Is dat, is dat een beetje een tweesprong? Voor jullie? Dat is het teken doet dan niet echt, maar natuurlijk. Uh... Maar zou je elke dag de aandacht willen in de kranten en weet ik veel waar Ik zou het niet kunnen, maar natuurlijk, ja, Thibaut is er ook mee opgegroeid. Hè, dus ik uh, denk dat hij wel goed mee overweg kan. Uh, maar goed, ik had, gisteren, ik had hem gisteren ook nog gehoord, Thibaut, en uh, Ik vroeg hoe dat, hoe dat was geweest. en Hij zei ook uh, dat hij was lekker, maar dat dan eigenlijk al het kalf een beetje verdronken was. Maar dat hij ook een zelf een grote fout had gemaakt door de dag voordien eigenlijk veel te weinig te doen. Uh, ja, met de storm die er was hebben er veel renners gekozen om gewoon in totaal op de rollen te fietsen. En, uh, ja, ik denk dat je voor een cross echt wel de benen echt wel moet, uh, moet kunnen strekken, denk ik. En echt wel, uh, Jij bent op... buiten geweest? als Als een van de weinigen zeker. Ja, ik heb daar nodig om de dag voor de cross wel uh, een keer goed te kunnen doorfietsen. Dus, uh, ja, dat had ik ook gezien dat Thibaut en een paar anderen gewoon op de rollen uh, in, 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 in de warmte zaten. Dus, uh, dus ja, je zei zelf dat dat een grote fout van zichzelf was. Ja. En de combinatie Koppenberg en EK is dat, is dat al elke keer uh, op, op woensdag, of ja in de week ervoor, Koppenberg en dan het EK? Want ik heb eens gekeken, sinds de... het EK oh, bij de profs uh -huh. is, uh, zijn er maar twee renners, als ik goed geteld heb, die uh, in hetzelfde jaar de Koppenberg-cross en het EK hebben gewonnen: Biet en, Ma uh, en Mathieu van der Poel. Hmm. Dus misschien is dat geen evidente ja. combinatie. Ach, ja. ach, ach, in orde, zei ik. Denk, ik denk dat dat eerder toeval is dan dat dat uh, iets anders moet achtergezocht worden. Ja, Ik denk dat ook wel. Ik denk quasi al diegenen die, uh, die gisteren, allee, ik zal nu zeggen van, van top 10 gisteren, waren er misschien drie die de Koppenberg of zo niet gereden hebben. Wij zo'n spreken. Ja, dus want in de Mouloem, naar reuze ook met, met mijn broer, zoals uh, Laurence Sweet, die ook de Koppenberg uh, niet had, niet had gereden, en eigenlijk de top 5 van de cross uh, gisteren had ook de Koppenberg gereden. Dus denk ik wel dat er tijd genoeg tussen zit om, om te kunnen recupereren. En hoe uh, heb jij de Koppenberg Cross gereden? Aan 100% of toch een klein beetje Ja, denk ik denk niet dat je dat, dat, je dat anders <laughs> kunt daar. Dat was omstandigheden uh... dat was... Nee, dat was gewoon duwen om vooruit te geraken. Dat denk ik ook van de traagste cross die nou we ooit hadden gehad. Ik, had. ik had een middelsnelheid van, van 12 per uur, dus... Uh, dan kun je ik bijna <laughs> sneller lopen, maar... Uh, dat is wel... Ik zei het was een van de zwartste edities ooit, ja. ja. Um, iets over die rit terug naar huis. Ik vroeg mij af. Jij bent een, een grote Club Brugge supporter, hè? Club Brugge speelde gisteravond om half zeven op het veld van Union. Heb je dan gekeken? Heb je het gevolgd? Ja, of? Alles, alles, gezien. Dus, uh... ja, dat heeft hij wel al helemaal dus, uh... gezien. <laughs> ja, dus, ja. We dus. zijn toch niet gewonnen, of wel? Nee, nee. Paul, je, je, geen enkel idee? Nee. Ik nee? Dacht, dat die, dacht dat die, geklopt waren, hè? Ja, Unio, uh, zeker of niet? Een, uh, twee in twee Union, in uh, dus. uh, Ja, ja. er niet voor aan de rust. Dat heb ik precies Nee, gehoord. ook achter. Nee, ook achter. Ja. Nee, ook achter. Anders, anders had hij hier nog met een, een bredere smile gezeten, maar <laughs> ja. het gaat niet goed ja, met die onze oproepen. mechaniekers zitten een beetje verdeeld. Zijn er twee andere leg, twee bruggen, dus het was uh, spannend in, in een, in een reisrit, ja. ja, Dus de voorbije jaren hebben jullie uh, goede jaren gehad ja. en nu uh, is het aan het, creëren, het weer dus. aan het switchen, ja. Zeg, ik heb hier nog een uh, berichtje van een Dieter. En we hopen op sneeuw en ijs in Tabor. Of toch op zijn minst vriestemperaturen. Dieter, zijn broer? Zijn broer. Ja die, zijn daar, ja, die zijn daar al mee bezig. Je kampioenschap uh, kampioenschapman antwoorden, in alle opzichten. Dat is nog veel, drie maanden. Ja, zeker, ik, weet dat, ik weet dat. Ik weet dat maar het is maar om over kampioenschappen ja. te, te, te blijven praten. Dat die eigenlijk al uh, alleen maar hopen dat het daar gewoon koud is en ijzig is. En dan, uh, dan komt hij het beste tot zijn recht, neem ik aan. Of dan ja. komt hij in de buurt van de grote. Ja, ik vind ook wel dat dat mag. En Tabor. Het is altijd wel een beetje altijd spektakel daar ook wel. En uh, ja, januari kan het zeker uh, zomaar zijn dat het daar uh, sneeuw en ijs is. Dus uh, ik heb er ook ooit wereldkampioen geworden bij de belofte. Dat was ook op, uh, ook op een ijzige ondergrond. Dus uh, ja, het is wel iets dat ik heel graag doe. Ja. Dus. Um de term kampioenschapsman of renner of weet ik veel wat is, is meer en meer op jouw lijf geschreven. Hè? Want uh, wereldkampioen bij, in de jeugd, uh, ook Europees kampioen. Nu ja. twee keer Europees kampioen bij de Pros. Belgisch kampioen. Ik ga Ik, ik haatte echt die, die mannen vroeger. Die, die echt die kampioenschapskruiden. Dus ik, ik heb dat nooit klaar kunnen spelen in mijn jeugd. Nooit. En, dat waren al, en ik won mijn koersjes en ik kreeg altijd op mijn oren die kampioenschappen. Dus maar, uiteindelijk is dat een. Een verbeterd. Stress? Ik, ik weet dat niet, of dat kwam, of niet slim genoeg? Ja, ik, ik denk dat je dat moet gewoon. Er um, zijn gewoon bepaalde renders die, die. tijdens een kampioenschap een stuk ja, van, van, dat, van dat gegeven ja, genieten. En er zijn erbij die daar gewoon uh, te veel ja. over nadenken en ik denk um, dat. hun eigen laten meeslepen in die vibe van een WK. En ook um, uit hun, um, er zijn erbij die ook heel goed om kunnen met uh, weg te zijn. En op hotel gaan te zitten. En er zijn erbij die ja, graag gewoon in hun, uh, in hun habitat blijven. En gewoon een dag zelf van de cross komen en hun eigen ding kunnen regelen. En ik denk dat dat daar ook veel mee, uh, mee te maken heeft, denk ik. Zou kunnen meespelen? Mag je zo wat zot wordt van op hotel te zitten? En in ieder geval, hè? Je ge... he, uh, te, ge kunt maar even genieten. Soh, want <telling> ja. Het is, het is uh, de zaterdag weer opnieuw. Ja. Yeah. Ja, het komt nog veel, veel cross aan. Hè. Ja. Ga, uh, ga jij veel keuzes maken? Ik bedoel, uh, crossen laten vallen, want iedereen skipt wel iets. Voor deze kan blijkbaar Dendermonde niet rijden. Ja, voorlopig uh, niet. Uh, voorlopig uh, voorlopig uh, doe ik nog alle klassementen mee. Uh, ja. Natuurlijk de Wereldbeker uh, met Maasmachlin. Uh, de DNF ja. is al wel. Uh, dat we ligt open voor Eli. Ja, de Wereldbeker tijdens klassement is beslist. Hè. Dan moet hij eigenlijk niet meer rijden. Nou, wat is oh, het? Twee daar. crossen. Ja, allee. Dus de Nelly gaat. Tweede bekerklassementen winnen, dat is toch nu al algemeen geweten? Ja, de Tibor rijdt niet. De en zei Amerika niet gereden. Hij is in maas afgestapt. Dus ja, wie is dan de Nederlanders nog met punten van voor de Nederland. dan? Ja, en de Lars denk ik dat ook meestal, Val di Souli meestal ook overslaat. Ja, ja die Zo. gaat het ook niet helemaal doen. Dus, nee, allee, dan... Ja, goed, uh, als er. Wat hey, zijn veertien wereldbekerwedstrijden, de kans dat je ergens eens iets voor hebt, dus, ja kan ja, ik heel overkomen. Want dat moeten we natuurlijk niet op hopen. Daar nee, moet er nee, niet nee. van uitgaan. Ik ja, vind het niet. jammer, we hebben het al eens over gehad met die wereldbeker. Dat het zijn heel veel crossen. En met als gevolg dat er gewoon Renders keuzes beginnen maken. Ja. En als jij je gewoon doorheen het seizoen gewoon al even jaar bijvoorbeeld, bij de vrouwen, waren er maar twee vrouwen die heel het klassement hadden gereden. Dus ja,. Als je in, in onze tijd, die klapt niet graag in, over in onze tijd. Maar moest je alle, alle crosserijen voor in een klassement kunnen mee te doen. Over, en dan rijden er 15 coureurs, heel het klassement. En nu zijn er gewoon die rijden dat klassement. Die, en dat komt ook door een stuk door het overaanbod. En, en, en te veel crossen en, en misschien te veel uh -huh. klassementen. Of een te groot klassement, met te veel koersen. Um, waardoor er keuzes gemaakt worden en gewoon voor eindwinst. eindwinst heel moeilijk nog in uh, aanmerking komt als je tegen iemand moet rijden die elke, elke cross rijdt en, en misschien altijd maar tweede of derde is, maar wel hmm. elke cross rijdt. Uh... Ja, ik denk dat dat ook wel dat misschien een beetje te veel klassementen komen. En, uh, vroeger was de Wereldbeker echt wel het klassement waar iedereen naar uitkeek en wou die, die trein nemen. En nu zie je ook wel dat je, zoals Thibaut, die, slaat dan, of die primeert uh, zaterdag de cross en Niel boven de Wereldbeker in Dendermonde. Uh, ja, ik denk dat dat dan niet, niet meer juist zit dat, dat eigenlijk een render zoals Thibaut een stuurprestige boven een Wereldbeker kiest. Terwijl dat, uh, ja, organiseer maar een keer een Wereldbeker, het is denk ik, volgens mij dubbele van, uh, van de prijs dan een Stuurprestige. Maar toch zie je dan de renners kiezen voor een, uh, een iets minder waardig klassement. Dan, maar, uh, ja, hoe, hoe organiseer je dat? Ga je ervan uit dat, dat alle renners alle Wereldbeker-wedstrijden rijden als ze de kans hebben, uiteraard? En voor de rest hun programma aanvullen met andere wedstrijden. Want daar komt het dan op neer. Hè. Als je ervan uitgaat dat de wereldbeker het belangrijkste klassement is. Ik denk als je we de wereldbeker wilt echt laten renderen, dan moeten we met alle respect voor alle andere klassementen dat allemaal afschaffen. En dan moet je naar het systeem gaan, gelijk als in de motocross, dat jij elke week een grote prijs zet. En dan die andere crossen onder een ander bepaald niveau laten te gaan En op het einde van het jaar wereldkampioen te worden door. Uh, een x aantal crossen. Maar zolang dat. Allez, dat je je veertien grote prijzen moet rijden. voor uiteindelijk volgend jaar met die witte trui te mogen rijden. of met een rode nummer of whatever. Maar zolang dat dan niet is. gepakt dan de charme van een WK-weg. van die eendagskoers, ja. daar ben ik mee akkoord. Maar nu worden er, worden er met alle respect natuurlijk. te veel keuzes gemaakt door renners. waardoor dat die klassementen eigenlijk. vind ik ik persoonlijk. aan charmes verliezen. Ja. Ja, ik, ik denk dat we geluk hebben dat de, de coureurs enorm goed hun boter aan verdienen. En ik bedoel daarmee op uh, maandbasis of op jaarwedden. Ja. Dat die nuchter genoeg zijn om te zeggen: Jullie moeten naar de Wereldbeker. Want dat is het uh, grote klassement. En ja, dat is ook live in beeld. En op die manier kunnen niet anders dan daar zijn. Ik, 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 ik sta daar 100% achter dat ze daar toch zo aan de start dat komen. Dat klopt. Maar er zijn te veel belangenvermengingen. Ja, als je ziet dat. dat we weten dat allemaal, dat, dat een Thibaut en de Sven um, verbonden zijn aan Golazzo. En Golazzo en Flanders Classics is rivaliteit over die wereldbeker geweest over twee jaar. Mm -hmm. Dus ja, dat een Thibaut nu kiest om de wereldbeker te laten vallen voor misschien de NX2O en superprestige te pakken, dat een stuk verbonden is aan Golazzo. Superprestige is ook Flanders Classics. Hè? Ja. Ja, ja, maar ik wil zeggen, hij staat aan de leiding in de NX2O en hij gaat. Hij gaat dan misschien prioriteit geven ten opzichte van de Wereldbeker. Want waarom zou hem dan Niel niet rijden en de Wereldbeker wel, wat hem uiteindelijk nog kan winnen? Ja, omdat, dus... dat, omdat dat weer een heel zwaar is, denk ik. Dendermonde, uh, in deze omstandigheden, Neil, vermoed ik, Niel zou kunnen bevallen. Er zit een, een kwart in uh, waar ze door moeten, maar voor de rest gaat dat goed bereidbaar zijn, denk ik. Uh, ja, uh, Neil. Maar ik denk gewoon dat er doorheen de jaren dat er nog meer. Belangen zijn die los van de, van de klasseboeren nou, zijn. Ik denk dat je de het niet zo ver mocht zoeken. Dus, hè, want hij nee, zei, er is een geweldig probleem gehad in, in Overijs. Dus uh, afgestapt, geld moeten inleveren. Het is niet dat hij daar Thibault heeft weggehouden. Hè, ik bedoel... nee, 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 maar... nee, het zal soms een rol spelen, wel... maar als de sportieve keuze moet gemaakt worden, zal dat toch in principe toch primeren, denk ik. Los van de organisatoren. Maar, maar ik denk dat, dat ik het, het veel... vooral is coureur worden hè, voor Thibaut voor Nys. Niet, 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 niet op uw knieën aan het einde van het seizoen komen, want daar stopt het niet mee. Hij wil ook op de weg rijden, dus je moet een evenwicht vinden. En, en, uh, dat komt hun goed uit. Hè. Dus want stel je maar eens voor de, dat je vroeger coureur wordt en uh, ja, Albert en Lars Boom komt niet rijden. Ja, ik, ik, ik zou wel graag in die tijden geweest zijn, hè, dat er zo, uh, even, twee heel goeie even niet meededen om, uh, om daar tussendoor te rijden. Ja, ja, dat is waar. Uh, maar... De waarde van een overwinning is groter dan ja. iedereen er is natuurlijk. Ja, ja. Het... Iedereen is er nu bij hem. Ik, ik weet dat niet, nou... ik weet niet of dat hij zo denkt. Dat, dat kan wel eens zijn voor, voor de, voor de okay. familiefoto op termijn. Ja. Maar, maar... Op de dag zelf is de waarde misschien groter, maar uiteindelijk draag je de rest van je leven wel een Europese titel mee. En ah, in een paar jaar zegt niemand meer ah, wie oh, nee. deed mee in Pontchateau. Dat is, ja. nee, dat is ja. ook zo. Dat is ook zo. Ik denk dat hij daar... Ja. Volkomen mag van genieten. Europees kampioen. knal haar op uh, wie dat er aan de start staat. Dat, dat speelt even ja, niet mee. Zeg ik nog iets over de kroos de, de bij de vrouwen. Fan van Empel wint daar. De, de verwachting uh, ingelost. Maar ik hoorde haar zeggen in een interview dat ze met veel negatieve gedachten aan de start stond. Dat ze, dat ze precies. Ja, twijfel zat en zo. Ja, ik, ik, ik maak die... me een beetje zorgen. Ze gaat nu twee weken die... rusten ja, en zo. Mentaal rust. Is, ja, ik, ik heb er ook twee of drie jaar mee in de ploeg nu. En dat is echt wel iemand die. Blijft super veel stress hebben voor een wedstrijd en nogthans heeft ze dat niet meer nodig, denk ik, als je ziet hoe, uh, hoe ver ze boven de rest staat. Maar dat is toch iemand die, ja, die toch heel veel stress blijft hebben voor een Cross. En, uh, misschien heeft ze ook wel nodig om, uh, om die prestatie neer te zetten. Maar uh, ja, als je ziet hoe dat ze nu rondrijdt, uh, is dat fenomenaal. Ja. Is dat een twijfelaar of hoe, hoe moeten we dat zien? Kan iemand ik, ik in het vind, hoofd ik kijken? Vind, ik vind, van dat, van ik vind dat persoonlijk vind ik dat erg voor haar, hè, dus, maar ze zal er niet onderuit kunnen. Ik weet ook niet wie haar dat kan zo die nieuwe week bij u uh, pakken is, uh, in het werkhuis. Zo rustig. Nou nu, om die stem, een beetje ja. zotter te maken en, 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 en mondiger te maken. En, en ik denk dat zij jij de... toch nooit stress gaat? Ik heb niet veel stress. Nee. Nee, maar ik denk dat um, vooral zij één en nog jong is. Ik denk dat we dat nog altijd wel niet mogen vergeten. Oud is hij, 19 of 20? Ja, 20 zoiets. Uh, ja. Van 2002. Ja, Hij dus, 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 ja, ja, dus heeft 20. het al een oh, tijdje ja. in Dus heels. Dus niet dat dat nu dat de kop opsteekt. Maar he. het is wel volgens mij zoiets van. Um, zij is in een situatie nu, ze moet. He, dus elke ja, cross wie? dat hij rijdt... Ja, ja, deels door haar eigen waarschijnlijk. He, ze ja. moet. He, want ja, als ze niet wint, ja, dan is het gewoon slecht. Ja, maar bij Thibon zeggen we, het is niet erg dat er is een, een off-day tussen zit. En, en bij haar moet het elke week zo zijn, blijkbaar. Dat, dat hoeft ja, toch ook ik, niet, hè? Ik he? weet het ook niet of het dat moet. Maar nee, ja. nee, nee, maar ze zal Denk wel dat haar, haar eigen opleggen. Zelf opleggen, ja. ja. Ze legt haar ja. eigen ja. op Iemand van kan er dat toch ze zeggen, dat dat een, niet hoeft? Er zitten nu zo'n slimme mannen bij, maar die hebben er voorlopig ook geen, geen pasklaar antwoord op. He? Ik bedoel, want elke keer komt het boven, hè. He? Ik weet nog zelfs dat ze een interview had gegeven onlangs in een cross. Maar dat ze achteraf dan begint over na te denken. Ik, ik wil dat opnieuw doen. Dus Dan moet het toch niet mee bezig zijn. Hetgeen dat je zegt dat vooruitflapt voor de koers. Dat is vertrokken en al de rest is. Uh... Ja, ja, Le dus, uh... Leer je dat? Want jij hebt ook ja, de voorbije tien jaar telkens meer en meer interviews moeten geven voor de cross na de cross leer je interviews geven. Ook al is dat niet helemaal je ding. Je leert dat wel, maar ik uh, denk ook gewoon dat je moet eerlijk zijn in je uh, analyse of je, wat je zelf vindt van het parcours. Soms moet je wel uh, een beetje nadenken wat je zegt, maar ik uh, denk wel dat het moet altijd zo eerlijk mogelijk zijn. Hoor. Maar heb jij al gehad dat je dacht van, och, wat heb ik daar nu gezegd, uh, zoals Femme Van Impel? Ja, ik ga het opnieuw doen. Dat oh, is nee, nog nee dat het opnieuw heb ik nog niet gehad, nee. Maar, um, maar, het, is, het is heel moeilijk om de mens te veranderen. Hè. De Fem zal ook heel moeilijk zijn om die... Uh, bij te scholen en daar beterschap in te brengen in dat ene kleine probleem. Ja, Van de Michael gaat ook, volgens mij, hij zou zich ook kunnen verkopen, maar hij zit eigenlijk maar heel sober. Ik bedoel, hij is geen showman, hij heeft geen uitspraken die dat mensen doen verbazen of zeggen hobby om wat Nee, ik van die mannen die altijd komen in een Hemmeke en een Bullywarmer Je Dat het van die showmannen en je ik heb of gewoon ik heb, een harde harde oh, werkers. Wat hebben we gezien? Eh, werkers. Op de parking net, Niels kwam aan en, en hij moest nog van tenue veranderen. Ah, op er de parking er is een blote like, klas blijkbaar Ja, maar ja. van wat kwam ik? Werken. Ik kan niet in mijn hemik naar hier komen met mijn Ma je moet op tijd stoppen en eerst en dan een ja, badje nemen en, en je proper maken. Maar Hebben ze je dat niet geleerd, uw mama? En, uh? Ik zei gisteren nog wel over besparing in het water. <laughs> nee, maar ik denk: uh, alle gekheid, uh, ik denk gewoon dat je inderdaad, gelijk als Paul zegt, je bent een bepaalde renner of je bent dat niet. En ja. Je moet vooral doen wat je jezelf comfortabel bij voelt. En Je kunt daar misschien een stukje niet leren en een stuk rustiger in worden. Maar als je van nature uit een nerveuze persoon zij richting kampioenschappen of, of richting bepaalde wedstrijden, dan gaat dat ook doorheen de jaren wel wat rust in creëren, denk ik. Maar in het begin van uw carrière gaat dat altijd iets zijn dat je meepakt, volgens mij. Maar je, je streeft dat... er ook niet, niet naar, denk ik, zo een beetje show Nee, 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 nee. Hem, nee. Ik ben he, niet. Want die, die kleine, die, die een dus die zat op zijn rollen te rijden met zijn zo. Mensen zien dat graag, hè. dat is een publiek, ja, dat is een ja, publiek als, wij, als wij dat doen, ja, dat denk is, ik hey, dat... Michael en een staan, daar stopt het dan bij. Het is dus niet dat Jurgen uh, met de penningen uh, vraagt aan jou, probeer jezelf al meer te verkopen, nee, nee, nee. Michael. Ik kan dat misschien vragen, maar ik zou daar nooit meer meegaan. Ik ben nee, ja. ook niemand die daar nee. totaal niet, niet mee bezig is. En, jezelf verkopen met, met een Europese trui, dat is al meer Dus ja, ik probeer het in de wedstrijd zelf te doen en uh, al de rond uh, probeer ik... Ik probeer ook in het weekend gewoon mijn ding te doen en als ik thuis ben, ben ik gewoon een familiemens ook en uh, doe ik ook gewoon uh, mijn huiselijke taken dan moet en, uh, dan vertrek ik de dus zaterdag terug naar de cross en dan probeer ik weer uh, zo goed mogelijk te presteren. Ja. Mevrouw Liefs zal tevreden zijn. Um, zeg nog een woordje over de, over de belofte, want 1 uh, en 2, België, absoluut het vermelde waard moeten we zelfs vermelden Jente Michels en uh, ja. Emil Verstringen uh, een beklijf, vindt u wel, Jente Michels die al veel pech uh, heeft gehad in, uh, of op kampioenschappen pakt een hele mooie Europese titel Paul hoe zag je dat um, niet direct ik weet wel dat dat een geweldig goede krasker is en eigenlijk een goede coureur ook hè. dus daar gaan we nog van horen dat is niet zomaar uit de lucht komen dwarrelen en dat Emil Verstringen zal er ook wel deugd van hebben denk ik want hij had het wat moeilijk uh, bepaalde dagen dat het hmm. wat... Uh, wat tegen zat allemaal en dat ze rap rijden, dat, dat zal hij al best weten te vertellen, denk ik. Maar die had dan ook pech, denk ik, hè, op plaats. tijd. Ja. Ze zijn niet plat gereden. Ja, lekker, ja. Lekker, ja. ja, dat is wel zonde. Maar het is wel fijn, hè, want daar, daar begint. Volgens mij begint dat niet. Je moet niet panikeren bij de nieuwelingen of bij de juniors. Bij de belofte, daar begint het er allemaal om te spannen. En als je dan kunt doorstoten naar de grote, dan, dan zijn het de mannen. Hè. Kennen jullie uh, Jente Michels een beetje? bedoel, nee, je ja, niet aan En woont hij niet zo ver van mij in de pinten, maar ja, ik heb pinken. eigenlijk nog nooit niet, niet, niet tegenkomen op training of zo. Maar het schijnt een uh, grote speelvol te zijn, maar ja. die echt wel qua wattages wel een grote waarden kan trappen. En een goede klimmer ook, blijkbaar. Ja, we hebben um, toen ik in de tijd bij Geert van Hoof werkte, um, bij Paul Sauze was dat dan dat uh, hebben we daar ook een tijd mee bezig geweest om die binnen te halen, maar dan is hij naar, uh, dan is die naar uh, Roodhoofd gegaan, denk ik uh, mm. direct. Wie? Mm -hmm. ja? Jente Michiels. Maar toen was hij. Uh, jong, dan zal hij. En de Niebeling of zo geweest zijn, waarschijnlijk. Mm. Uh, maar dan is hij naar daar gegaan, uh, naar de Christof. En die zit daar nu nog altijd. Dus dat is inderdaad wel een keer dat je met de fiets kan rijden. En dat is ook zo iemand zo, die. Um, deze jaar is misschien nog te rap, maar die gaat daar wel zo in één keer zijn. En dan komen we terug, denk ik, bij het, bij het begin van het verhaal. Dat zijn mannen zo die echt grote stappen voorwaarts gaan zetten. Oh, en die, die goede jeugd, die, ga, die oudere generatie, allee, oudere, hè, je weet wat ik bedoel, uh, die gaan die wel wakker houden. Want die weten van, ja, als we nu gewoon de komende twee jaar bekken uh, op ons lauweren gaan rusten en uh, op die goed like, als het is, dan gaan die jonge gasten daar in één keer met een man of tien staan. Uh. Toch was dat welkom, zei eels die naam die valt al drie jaar, hè? Jente Michels. Jente ja, Michels, ja, ja, Jente Michels. ja, ja, ja. Dus, dus uiteindelijk, het nou als, als je dan op het juiste moment Europees kampioen wordt, uh, in die helse omstandigheden, dan krijg je dan eens een ander beeld van een coureur. Dit tweede en, jaar de uh, uh, Ja, maar bij de jeugd was je ook al fatsoenlijk. Mm, dus ja. maar nooit, nooit echt, echt absoluut een top. Dus wel uh, een nee, subtop. Maar, maar nu mm. moeten we daar wel rekening houden. Absoluut. Ja. Zeg Paul, hoe was dat om uh, het EK vanuit Brussel uh, te becommentarieren En vooral een, ja, zeg maar een super EK, hè, met zes wedstrijden Amai. op één dag. Ja, dat, dat, dat is wel chics. Dat vliegt voorbij. Hè. Dus je moet er geen kompas mee hebben. Dus, uh, want, want eigenlijk uh, heb je geen tijd. Ik, ik heb één keer naar de toilet kunnen lopen. En dat was echt lopen en maakte dat je terug hè? Ik heb er uh, nog nooit uh, in beeld geweest met een Dat was ook niet, niet gepland. Uh, ja, het was hectisch. Hè. Die stonden... Uh, het podium was nog niet gedaan of ze stonden al aan de start en dat was patat en die waren terug weg. Maar misschien maar goed, anders was je mee verzopen daar in Pontchâteau, want het was, oh ja, het was Apocalypse Now. Ja, ja, maar toch ben ik een man, ik, ik blijf daarbij. Als je het niet gezien hebt, hè, de ondergrond, of gevoeld hebt, hè, het is anders werken. Uh... Alle respect daarvoor. Dus alle begrip ook, dat, we, dat ze ons thuis gehouden hebben. Maar je weet en je ziet en je hoort veel meer als je daar rondloopt. Ja, ja, ik durf ik langs die mobbeloms al eens, eens lopen. En dan uh, hoorde daar alles iets. Of je kunt daar nog eens iets opvangen. Supporters zijn ook geweldige bronnen vaak om um, um, uh, wat, wat extra nieuws uh, bij elkaar te sprokkelen. Maar nu moest het dan professioneel gebeuren, heel professioneel. Dus zoals ze de tour doen tegenwoordig, hè, in de moderne versie. Niet meer op verplaatsing, niet meer van hotel naar hotel, dus maar hè, in uw eigen tram s'avonds. Ja. Oké, okay, um, nog iets over het komend weekend. Want zaterdag zenden we op um, Sports nieuw uit, super Prestige wedstrijd. Ja, traditiecross en ja, klassieker. Cross. En als je nieuw. Ja, maar cross intikt, dan kom je op Google kom je sowieso ja, maar, maar, maar. bij dat deze man. Wow. Altijd. Ja, maar. Ja, maar. Bij een brug, maar bij veel meer. Ah. ja, ja, ja maar dat is ook. Eh? Niet enkel bij een brug. Hè? Nee, 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 nee. Een grote brug was een nieuw. Oké, okay, dat verhaal is al eens gepasseerd, denk ik. Ja. ja maar dat, dat... En ook een intens duel, Paul. Ja? 2009. Twee dorpsgenoten. Nijs, nice, Albert. Ja. Ik heb daar heel het publiek eens op mijn nek gehad. Echt? En achteraf moesten jullie blijkbaar gewoon dat, uitleggen, ja. zelfs in sportweekend. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat was, uh... Ja, dat was zo. Weet je, dat is allemaal nu al. Maar eigenlijk, heel het verhaal is zo. We rijden dan met twee in naar boven. Ja. En ik raak net niet boven. En de Sven zit eigenlijk links van mijn binnenkant. En ik moet half mijn voet zetten, half niet. En met dat ik dan zo van die talu eigenlijk half afval. Hinder ik de Sven en de Sven red tegen dat paaltje dat daar staat boven. Ja, maar ik was weg ja, en de Sven stond ja, ook half op die talu en ja, die stonden zo wat de kloten ook. Dus wij reden over het domein van Koek en ja, ik klok. kom daar bergaf gereden en toen reden we nog niet op die dam. Ja, dus wij ja, reden ja. die recht dam af naar recht en dan rechts de wijn. in ja. en hield die en dam in. Jongen, broek, echt broek broek hoeroep, 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 ja. hoeroep. echt dat was niet normaal. Ik werd daar gescholden, ja, kom een toer erachter natuurlijk terug. Van die brug naar beneden en ik doe zo teken van: ja, Roep maar, roep maar. Dus zo met mijn hand naar boven. Ik had al geen goestingen meer om verder te rijden. Wat gebeurt er? De Sven komt bij mij bij. Uh, wow. We zijn nu toch allemaal gepensioneerd. Uh, en de Sven komt bij mij bij en zegt: oh, Die koers en zo, en dit en dat. Uh, willen we ervoor sprinten, maar ik zou Geren winnen? Dus. Uh, nee, ga nee, ga Sven, uh, de Sven wint de koers. En, uh, Getoucheerd. Dat... Getoucheerd, ja. Um, en dat ik dan jammer vond op die moment aan de Sven en achteraf, weet je, dat is allemaal voorbij, vervlogen nu. Maar um, wat er eigenlijk gebeurd is, dat is, de Sven komt aan. En hij bedankt de supporters. Voor zijn de steun dat hem gehad heeft. Want die hadden mij een uur aan een stuk uitgescholden. En toen had ik zoiets van, hey, Sven, deze kunnen niet mee, hè, gast. Achteraf is dat zo'n verhaal zo weten, dat is. Ja, houd dat bij, zo'n verhaal, dat was toen ook. Van geen belang die cross, denk ik. Neil oh, ja, dat was toen Jaarmarkt Cross. Super prestige, denk ik of maar, GVA. Dat moet je toch niet. Jawel, meer, geen ik niet bedoel, meer dat, was niet, ja. dat was geen cross. Die, die Over het eindwinst ging beslissen van een klassement. Want wij reden wiel in wiel. Naar de, wat ik denk dat ik dat eindklassement dat jaar win van de GVA-trofee. denk um, Maar zwart, zo, die verhalen, dat blijft mij bij. En ik kijk daar nu mijn leuk, toen was dat echt een klotengevoel. Zeg, maar ik kijk daar nu graag nog terug. Maar vandaag. Als ik, als ik, ik vind dan... dat een geweldig verhaal. Maar als ik dan terugdenk van wie dat uw sponsors daar waren, Palmans, dat waren de grote mannen. Ik reed in, met Palmans. Nee, toen niet meer. Maar en, en, en mocht je dat van Roodhoofd? Want maar je gaat me niet vertellen dat, dat, ve dat Nijs dat veel gedaan heeft, hè, zoiets. Hetgeen dat jij nu vertelt. Pff, maar dan, het is ook zo, weet je, er zijn altijd bepaalde periodes in je fase en bepaalde periodes in je carrière. En we gaan dat niet, je moet dat gewoon durven zeggen. Dat, 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 ja, dat, dat gebeurde gewoon af en toe. Gaan we gaan nu zeggen dat dat nooit niet gebeurd is. Maar ik zou toch nog wel willen weten over wat dat dan juist gaat. Over, over. Is dat dan over een oude flow? of over dat een, een, ja, een, ja, een elektrische fiets? Dat, 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 dat maakt niet uit. Dat ging vaak over een wederdienst dat nog eens moest gebeuren. Of, Weet, weet ik wel. Ja, ik, ik was wereldkampioen. Maar ik, Haag, wereld, maar ik, ik, maar ik durf sorry. zeggen hè, dat, dat dit jaar, hè, van, van zolang dat ik nu naar de kras kijk. Hè, maar dit jaar zal ik niet zeggen, maar je gaat er toch niet zeggen. niks geschaggerd. Dat is in mijn carrière misschien drie keer gebeurd. Oh, wel. Dat ik weet, drie nee, nee, maar, keer. Dan, maar dan ik moeten we wel, de kijker geruststellen. Ik, he, heb dat dat 100, niet zomaar, uh, ik heb misschien honderd grote koersen gereden. We gaan nu zeggen dat al die criteriums. Uh, allez, rechtdoor door zijn. Ja. Allee, Paul, kom zeg. Bon. Alleen maar, ik ben, maar ben, ben wel blij dat hem. Dat maar zo hij is ook open. Hè, dus, uh... je, moet, je moet op een gegeven moment gewoon de waarheid onder ogen durven zien. En je kunt daar achteraf naar terugkijken. Alle supporters hebben daarvan genoten op dit moment. En uiteindelijk zijn wij ervoor. Uiteindelijk. Waarom gaan mensen naar de cross kijken? Waarom kijken ze naar de cross? Voor entertainend. Maar gaat het ook professioneel kunnen uitleggen? Wat is professioneel? We gaan ervoor sprinten. We We gaan sprinten, ervoor sprinten en... De, de verliezer. De oh, zo is het toch gebeurd, maar jij de hebt Maar dat woord heb ik niet in mijn mond gepakt. Nee, maar. <laughs> dat heb ik gezegd. Maar ik heb het gezegd. Ik is in er... vakbonden ges... ontvangen. Degene, ja. die sprint, degene die sprint en die wint, betaalt de winnaar. Ah, wel, maar... maar dan heb we ervoor gesprint. Toch? Nee, dan zijn dat geklopt. Ja, maar dan heb we toch geklopt? Ik ben geklopt op dit dag, maar anders had dat misschien ook geklopt. Maar ja, weet je, dat is de realiteit. Ja, dat Master van de Totten. Waai, dat mag niet uit uh, Het is in ieder geval reclame voor de cross van zaterdag in Niel. Uh, ik ja. weet niet of het op die manier zal gaan, Michael. Ik zie dat je nog niet gewonnen hebt in Niel. Dus er moet misschien iets gebeuren om daar uh, ja. veranderingen in te brengen. Het moet ook wel eerst mee zijn in de wedstrijd. Dus, uh, ja, nee. Ik denk niet dat dat tegenwoordig nog is. Uh, toch niet waar ik van weet. Maar hij uh, ja, weet gewoon dat dat af en toe wel gebeurt. Uh, uh, maar ja, goed. Uh. Vorig jaar derde in Niel. Is het een cross die jou ligt, of denk je wel ah, moeilijke cross voor mij? Oh, uh, nog nooit gewonnen, um, nieuw, bedoel ik. Nieuw die... parcours uh, legt mij wel beter. Uh, Enkel de zandbak, die niet altijd wel redelijk cruciaal is in Niel, uh, legt ja. mij iets minder. Uh, maar goed, ik denk dat we ook gewoon uh, terug een hele goede dag moeten om mee te doen vooraan. Ik uh, 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 denk dat je een goed, goed positie kiezen. is daar. Uh. Ja, maar die trui moet je toch vleugels geven, want je mag hem nog een jaar dragen. Ook al heb je al een paar keer gezegd ja die Belgische trui ik had hem ook graag ja uh, ik had het gisteren nog over uh, ja, Sven van Toenoot was overal mee geweest naar uh, controle en persconferentie en ik zei tegen hem ik zei, de voorlaatste ronde zat ik toch in mijn hoofd uh, dat het spijtig is dat ik die Belgische trui niet kan aandoen dus, uh, maar goed uh, die trui leggen kan ik ook niet doen dus uh, draag ik hem zeker nog uh, graag nog een jaar ja Hij heeft hem toch iets gedaan zo, Sven van Toernoot. stuurde gisteren. over u dan het is toch een kerel zo. Ja, zo, ja. ja oh ja ik werk ook wel of ik zit, uh, ook wel eens van dicht bij mij. Um, dus ja, ik weet ook wel dat ik het zelf ook niet had verwacht. Ik had het ook voor de dag voor de wedstrijd gezegd dat, dat het moeilijk ging zijn, maar dat zeker dat het wel kon. Maar dat ik uh, zeker moest wachten tot op het einde. Zeker met uh, ja, toen nog droge, droge weervoorspelling. Uh, maar met de cross zelf uh, die dag. Ja. Vind je dat een goede coach? Echt ja, ja, zeker en vast. ik meen. Je kan volgens mij mensen motiveren. Dus. Ja, daarmee. Het is, landen, het is niet, enkel, de... niet enkel coaching. Het is ook uh, ja, richting dieper, de wedstrijd en dieper. achter de wedstrijd. Uh, ook wel iemand ja. die de groep ook wel altijd uh, dicht bij elkaar hoort. Ja. En je doet zijn tourke volgens mij. Het is niet dat hij... dus. Uh, nee, is dat, nu, is dat nu Wout geven. of is dat nu... Dus, maar uh, je, je komt ook in de campen. Dus je komt ook bij, bij Wout van Aert. Ja. Je komt bij, bij iedereen. Dus het uh, is niet simpel. Ik bedoel, ja. om met iedereen een, uh, heel goed overeen te komen. coach. Voilà, nee. mooie woorden om, uh, om mee af te ronden vandaag. Um, maar we zijn nog niet helemaal klaar, want het truitje dat je hier ziet liggen, al de hele podcast, de Europese kampioentrui van Michael, die, uh, die kan je winnen. Ik uh, stel voor dat jullie de, de sociale kanalen van ons, van Sports, in de gaten houden. Ik heb een vraag bedacht tijdens dit uur. Het is heel simpel. Um, jullie mogen er eens over nadenken. Ik denk dat het antwoord uh, uh, makkelijk is. Um, Europees kampioen geworden, Michael, gisteren in Pontchateau, maar vorig jaar ook Europees kampioen. Wel, uh, de vraag is, uh, waar was dat? Waar uh, pakte Michael van Toernout zijn uh, Europese kampioenentrui in 2022? Ja. Um, we zetten het op uh, Instagram, of weet ik veel waar. Uh, volg onze sociale kanalen, dan uh, kan het truitje van Michael, het is een smalleke zeker? Of een extra ja. smalletje? dus ze vallen redelijk groot uit. Dus. Okay. Kunnen... Dan kan dat voor, uh, voor u zijn. Het is er niet met lange mouwen. Mooi, het is winter, dus uh, het mag al wat warmer. Niels, ja. dankjewel. Paul, dankjewel. Michael, super bedankt om langs ja. te komen. Minder ja. dan één dag na jouw uh, Europese titel. Succes de komende weken. Dank Geen DNF's meer. Dat wens ik jou toe. Hopelijk niet. <laughs> en dat wil ik niet te veel meemaken. <laughs> dankjewel. U bedankt voor het kijken en luisteren. Graag tot volgende week. Dag.